Hey, waar we het ook al even kort over gehad hadden van, uh, van tevoren, is uh, dat was in Dubai toen je het, uh, toen het uh, goed ging. Toen je daadwerkelijk ook goed voelde dat je besefmomentjes had. Een ja. uh, paar maanden later ben je ook zelf naar Bali geweest om ook even uit, uit, de, of uit de business stappen mm. Even uit te zoomen en wat rust te pakken omdat je dat nodig had. Ja. Um, vertel, wat, uh, wat was er aan de hand in die, uh, in die uh, periode? Ja. Um, hard gewerkt voor een lange periode van tijd kies je uiteraard zelf voor. Ik heb ook niks te klagen. Alleen op een gegeven moment voelde ik, ik voelde me leeg man. Ik weet niet wat het was en dit is dit is vrij recent, maar op papier heb je alles. Mm -hmm. dus je, hebt, je, je zit in een tof appartement, je doet leuke dingen, gaat het eten, je gaat naar beachclubs, je hebt, je kijkt uit het de Boskalisvai, je hebt een top appartement. Weet je, alle dingen zijn zijn tof, maar toch voelde ik me leeg. Mm -hmm. En um, dat begon een beetje aan me te knagen. Ik heb natuurlijk vier jaar keihard gewerkt en op een gegeven moment werk je ergens hoort naartoe. En dan, dan ben je daar, tuurlijk. Ik heb nog grotere doelen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk. En dan denk je, is dit het? Ben ik, ben ik nu echt veel gelukkiger dan ik was twee jaar geleden, toen ik dat nog niet had? Mm -hmm. Weet ik niet. En dat, dan ga je dat soort dingen overdenken. Dus ik denk dat wij altijd denken van, oh, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Als ik die auto heb, dan ben ik gelukkig. Maar dat blijft steeds, dat blijft steeds doorgaan, man. Daar, daar komt nooit een einde aan. En dat ja, maakte me wel dat ik. Ik had me echt plezier in business, even een paar weken. En ook met mijn CEO over gebeld en goede gesprekken gehad. En ja, toen ben ik gewoon, heb ik gewoon besloten om even twee weken naar Bali te gaan. Om gewoon even helemaal uh, uh, te rewinden, zeg maar. Um, gechilled, even uit de bus gestapt. Um, gewoon een lekker het scootertje op met de journal. En gewoon even, hey waar doe ik het nou echt voor? Want op een gegeven moment, kijk, je eerste 10k per maand is leuk. Maar alles boven. 50, 60, 70 k per maand. Profit gaat niks extra doen in je leven. Je kan alles doen: je kan reizen, je kan je familie goed zetten, je kan business vliegen, je kan toffe appartement huren. Je slaat in hotels van 1000 euro per nacht. Maar wat, wat zit daarboven? Is dat iets wat mij echt gelukkig gaat maken? Waarom zou je veel, veel, veel verder gaan? Um, wat zou een miljoen per maand voor verschil zijn ten opzichte van vijf ton per maand? In de, als uh je, -huh. if that makes sense. En dat is wel iets wat ik mezelf heb af, afgevraagd. En um, ja, waar ik best wel mee heb gezeten man, zeker. En wat voor, wat voor antwoorden kwamen daaruit op die vragen die je zelf gesteld hebt daarin? Is sowieso een cliché, maar het is gewoon de journey. Um, en gewoon ook meer tijd met geliefde doorbrengen. Ik ben natuurlijk heel erg op mezelf en aan het grinden. En vandaar dat ik ook net terugkom met mijn broertje uit, uit Ibiza. gelijk geboekt, omdat ik wist van, hey, dat zijn dingen die ik gewoon meer wil gaan doen. Mm -hmm. um, ik hou niet echt van het woord balans. Maar toch denk ik dat het belangrijk is om je ook te beseffen van ik klop het even af, maar het kan morgen klaar zijn. Dus je kan ergens zo hard naartoe werken, maar dan heb je dat is één dag leuk. Of twee dagen of drie dagen. Maar al die dagen daarvoor, die jaren daarvoor. Ga je die dan daarvoor opofferen voor drie dagen? Mm -hmm. Tuurlijk, je moet dingen opofferen. Maar waarom zou je die paar jaar ook niet genieten? Mm -hmm. En dat is iets wat ik me wel heel erg heb gerealiseerd. Dat ik gewoon mijn eigen game moet spelen. Niet de game die andere gasten online spelen. Je speelt jouw eigen game. Wat mijn doel is, hoeft niet iemand anders doel te zijn. Wat ik voor waardes en gevoelens heb, daar hoeven andere mensen het niet mee eens te zijn. Het is mijn game. Hoe wil ik mijn game spelen? Pen en papier gepakt. Ik sta nu op punt A. Ik wil naar punt B. Wat is punt B? Waarom wil ik naar punt B? Mm -hmm. Hoe kom ik bij punt B? Als ik bij punt B ben, hoe voel ik me dan? Dus dat helemaal uitgeschreven, nagedacht. Uh, en dat heeft me wel een paar mooie inzichten gegeven. Waaronder gewoon enjoy um, en meer van, weet je, plannen alsof je voor altijd leeft. leven alsof je morgen dood gaat. Dat principe gewoon hebben, echt. mij in de vorige podcast ook gebruikt man. <laughs> gewoon echt gewoon, da daar gewoon dagelijks aan denken. Ja. Ja, het zieke daaraan is, wat ik, ik heb dit ook in de podcast met de mannen van uh, Vrijheid vastgoed besproken. Uh, zij gaven ook aan van ja, waarom zitten wij in deze game? Waarom zitten wij in de vastgoedwereld? Tijd voor familie, tijd voor gezin, tijd voor geliefdes, tijd voor vrienden. Mm. Om gewoon meer tijd te hebben en die op eigen manier te kunnen indelen. Maar vervolgens, als je werkweken maakt van 80, 90 uur, dan verlies je dus het middel of het doel verlies je uit het oog. Ja. En ben je volle bak alleen maar aan het werk. Voor iets waarvan je zegt: nee, oké, okay. tegen je vrouw: ja, nee, nee, schat, als ik dit punt bereikt heb, dan heb ik echt tijd voor, voor jullie. En dan wordt het echt rustig. Maar je weet zelf, wat je net ook al zegt, je bereikt dat punt en je gaat weer door naar het volgende. Nee. En zo blijf je maar heen en weer gaan. En zo verlies je het doel volledig uit het oog. En dat is gewoon het gevaar, man. Iedereen, ook met, die, ook met de coaches online, iedereen roept: ja, uh, twee uurtjes per dag. Maar die, die coaches, hoeveel uur denk je dat zij per dag maken? Ja, zet er maar een één voor. Ja. Snap je? Weet je, en dat is, het, dat is het probleem. Als je dit gaat doen, vergeet nooit waarom je het wil gaan doen. En als dat voor jou 10.000 euro per maand voldoende is, dan hoef je niet 100.000 euro per maand te gaan verdienen. als mensen op het internet schreeuwen dat dat mogelijk is. Nee. Doe waar je jezelf goed bij voelt en ga dat gewoon doen. Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens, man. Ik heb het idee dat jij dat wel. Redelijk op orde heb, of ja, man. Ik had het in het begin, had ik daar heel erg ook echt last van. Van hé. Hey, ik, ik, ik ben nu op een punt, eigenlijk voel ik me best wel goed, maar waardoor is dan het toch hetgene dat ik hongerig ben en steeds, steeds meer wil ja. en natuurlijk, dat wil ik ook nog steeds. Want een jaar geleden heb ik een story gepost met yo, 50 abonnees gehaald en uh, yeah. op naar op naar de zoveel, en nu zitten we op 1500 bijna. Ja, weet je, je wilt continu meer. En als, ik, als je een jaar geleden tegen mij gezegd had, hé, hey, ik heb duizend abonnees gehaald, dan hartstikke top. En je behaalt het. Je hebt even een kort moment van, uh, van blijdschap, van momenten, maar je pakt hem gelijk weer door. Ja. En aan de ene kant is dat goed. Aan de andere kant is het ook gevaarlijk. Maar qua het stukje financiële heb ik wel zoiets van, oké, okay, ja, ik kan een ton per maand willen verdienen, maar past dat bij degene die ik wil zijn en waar ik naartoe wil? Weet ik niet. Ik ga het wel zien. En als ik op een gegeven moment een bepaald punt heb van, Kijk, okay, ik heb dit bereikt, maar ik wil nu echt door. Dan zullen er ook dingen moeten veranderen. En als ik die doorgang dan of die verandering dan doorvoer. ben ik er dan tevreden mee? Ga ik ermee door? Dat zie ik dan wel. Ja, ja. En dit komt ook weer neer op hoe wil je daadwerkelijk leven? Ja. ja. Als ik kijk naar mezelf, is er <coughs> één reden. Echt één reden waarom ik begon, begonnen ben met dit alles. is gewoon vrijheid. Mm -hmm. Alles waarvan ik droomde vier jaar geleden. toen ik op mijn kamertje zat. op die oude Chromebook. op de kamer bij mijn ouders. Alles waarvan ik droomde, heb ik nu. Mm -hmm. Maar dat vergeet je. Ja. Want je ziet alweer weer de next thing. Mensen denken. Oh, als ik ook 10k per maand verdien, dan gaat alles veranderen. Je vindt 10k, je ziet een guy die maakt 100k. Je hebt 100k, je ziet een guy die maakt een miljoen. Dat is niet de game die je wil spelen. Het is goed om naar mensen op te kijken. Weet je? Er zullen ook mensen zijn die naar, naar ons opkijken. Mm -hmm. um, maar vergeet niet dat als je hier dan bent, er is weer een guy die is weer verder. Die, die game ga je nooit winnen. Dus is dat de game die je wil spelen? Het is goed om jezelf te omringen met gasten die harder gaan... Om het maximale uit jezelf te halen. Maar uiteindelijk moet je niet vergeten: wat is jouw why en waarom ben jij begonnen? En wat zijn jouw doelen? Niet de doelen van iemand zegt op het internet: oh, dit en dit, zo moet je gaan leven. Nee. Oh, dat moet ik ook doen. Of Thomas en Daan hebben het nu over dit en dit en dit. Uh -huh. Doe ermee wat je wil. Je hoeft niet naar mij te luisteren. Uh -huh. Het enige wat je hoeft te doen is deze podcast te luisteren, lekker te genieten. Steek er een paar dingen van op en die implementeer je.